Duizenden mensen verzamelden zich zaterdagavond op het Onafhankelijkheidsplein ter gelegenheid van de 18e Nationale Diwali-manifestatie. De ceremonie rond het aansteken van de dia bij te wonen. Anil Manurat, voorzitter van de Culturele Unie Suriname, zegt dat het voor de organisatie elk jaar een uitdaging is om deze manifestatie te organiseren. Diwali staat in het teken van welzijn en welvaart. Manurat maakt daarmee een verwijzing naar het feit dat Suriname een gezegend land is, vooral met de inkomsten die het land straks gaat genereren uit de olie- en gasindustrie. Ik trek mijn stoute schoenen vandaag aan. Ik ga de regering vragen om vanaf de eerste ontginning meteen elke Surinamer op het Surinaams gebied geboren wordt een bankrekening te openen en een bedrag te storten die ze na 18 jaar kunnen gebruiken. We hebben, ja, na 18 jaar moeten ze dat gebruiken, maar het moet bestemd zijn alleen voor studie. We hebben dan een nieuwe generatie na 18 jaar waarin we allemaal kunnen investeren. We investeren onze toekomst, het licht in ons verlichting brengt u weer in verlichting. En de toekomst van Suriname te verlichten. Mogen de duisternis in alle huizen verdwijnen. Minister Krishnakumari Mathura van Defensie, die de president vertegenwoordigde, haalde aan dat Diwali de diversiteit in Suriname helpt benadrukken. Met de Diwali-manifestatie laat Suriname volgens haar aan de wereld zien dat de verschillen in uiterlijk en cultuur onze rijkdom is. Het verrijkt ons, het brengt ons dichter bij elkaar en maakt ons samen krachtiger en sterker. En dit is ook de kern van Diwali, waarom we hier zijn. Sterker, beter en krachtiger worden. De overwinning van licht op duisternis, de overwinning van kennis op onwetendheid en de overwinning van goedheid over het kwaad. President Chandrika Prasad Santokhi benadrukte in een videoboodschap dat Diwali meer is dan een nationaal feest. Het is een feest van het licht dat Suriname heeft geholpen uit een diepe crisis te komen. Hij beschreef het als een symbool van nieuwe hoop en een betere toekomst, vooral in het licht van de recente ontwikkelingen in de olie- en gassector en de komst van de FID. Het licht van deze vooruitgang zal volgens de president ook voor Suriname schijnen.